Ja, lieve vrienden, het is weer genieten vandaag. Ja, het is heerlijk prachtig mooi weer. En meneertje Daro, die heeft weer een puinhoop gemaakt. Die heeft weer zand over de tuinrand heen gegooid. Dus ja, zo blijf je bezig. En daar gaat ons meisje. Maar in ieder geval, ik zal eerst zeggen, van harte welkom weer bij een gloednieuwe vlog bij Corina en de Beestenboel. Het is vandaag dinsdag en het is 8, klopt dat, 8 mei? Ja, oké, ja. Gaat harder dan ik dacht. Het is 9:40. Zometeen rond 9:50. Kan Rebecca hier weer zijn, de huishoudelijke hulp? Dus ja, dan moet je er dus vroeg uit wezen, hè. Maar ja, het is ook prachtig mooi weer en dan ben je ook wat aan je dag. Ja, ik ben blij dat het weer iets beter gaat met mezelf. Ja, mijn rug. Praat me nu niet van je. Gaat eventjes 5 minuten, 10 minuten met die scootmobiel weg. Je praat weer van de pijn. Hahaha, wat deed die rode? Die rode kat van mij. Die dakhaas die zit aan de andere kant van de poort. Maar die poort die gaat kapot. Nou, die moet gemaakt worden. En die komt met zijn pootje door dat gat heen. Maar ja, hondje Woef, die zat net te ruiken. Dus die kreeg op tikjes tegen zijn neus. Leuk. Ja, geweldig. Nou ja, ik heb een bakje koffie voor me staan. Ik heb een broodje voor me staan. En ik ga vandaag proberen te genieten. En samen met jullie hoop ik, ja. We zien wel wat we gaan doen vandaag. Het is in ieder geval prachtig mooi weer en de rest laat ik allemaal lekker op me afkomen. Dat ik zo ook zeggen, geniet van alles met wat je doen gaat. En laat ook verder alles gewoon op je afkomen. Ja, en geniet ervan. Dat ik zou zeggen, tot later maar weer. Doei, doei. Ja, en het is bijna weer middag, hè. Ja, het loopt, het is 11:30, ja. En mijn hondje die ligt daar, die heeft het warm buiten. En Rebecca is al geweest, ja, die is alweer weg. Alles is hier weer netjes en schoon. En nou is het wacht op Chrissy, want we zullen met hondje Woef Woef eventjes weg. Ja, maar ja, ik denk dat zij hem nou moet nemen, omdat ik die vreemde booster heb. En dan durf ik dat niet zozeer, nee. Die gaat alle kanten op, behalve de goeie. Ja, die schommelt heen en weer. Nou, en ik zit niet in de speeltuin, nee, ik zit op een scootmobiel. Dus ja, we wachten af hoe dat gaat verlopen vanmiddag. En dan zullen we het afwachten allemaal. En dan komen we zo wel weer terug. Tot straks. Doei, doei. Nee, ik denk ja, dat gaat. En dan hebben we Chrissy dan. Hallo allemaal. Nou, was ik weer. En ze hebben een nieuwe jurk aan. Wow! Geweldig! Ja, maak hem nog hoger. Ja, ik kan nog hoger hoor, kijk. Ja. En dan kun je nog hoger, kijk. Zo, oh, je hebt er een broekje eronder. Ah, zo ja. Ja, dat kan het. Maar een leuk ding. Ja, heel erg leuk. Gezellige kleurtjes. Ja. En daar is het hondje weer. Hé, ja, mondje. Ik heb nog 3 nieuwe jurkjes, maar ik bedoel, die heb ik nou niet aan en ik heb ze ook niet bij me. Wie weet, een volgende keer. Ja, dan komt het wel goed, dacht ik, toch? Vast wel. Ja. Het is mooi weer, we gaan er zo meteen lekker van genieten. En ik op dat smerige rodding weg. Oh, jee. Oh, we gaan even zwanen kijken. We gaan zwanen kijken, hoor ik. Woepie, ik neem jullie mee. Ja. Mijn GoPro neem ik ook mee, al heb ik die in de hand, dat ik dan even vlog. Ik kan hem niet rijden. In ieder geval bij het zwanennest, maar ik weet niet of die zwaantjes wel uitzijden. Nee. Bij het zwanennest. Oké, nou ik zet ze van de lader. Ik zet jullie even eerst aan de lader, we gaan toch eerst aan de koffie. Dus, doe jullie uit en het gaat even aan de lader, dan kan ik jullie meenemen. Dan laat ik de GoPro wel thuis laten, want ik heb geen houder, hè, niks, nee. Dus ja, tot straks. Zo, zie wat het lukt. Dat is lekker. Komt er nog één aan hoor, kijk uit. Oeh.
Is het lekker? Goed zo. Ja, doen we die weer dicht. Nou, de volgende. En nu? Het is warm, hè? Zeg maar, ik heb een heel eind gelopen. Ja. Hé? Nou, je hebt al 4 brokjes gescoord. Die was al leeg. Die was leeg. Nou, de volgende. Die is leeg. Die gaat dicht. Die is ook leeg. Dus die gaat ook dicht. Ja, doe maar. Ja, doe maar. Doe dan. Ga maar zoeken. Zoek. Ik ben zo moe. Dan moet ik ook nog zoeken. Nou, je hebt al 4 brokjes gescoord, hè? De Dolly is hartstikke goed, hoor. Ja, dat is goed voor jou, hoor. Nee, ik help je die niet. Die was al leeg. Ik help je niet. Je moet het zelf doen, schat. Ja! Ja, goed zo! Grote jongen, hoor. Zo, en nou weer zoeken. Nee, je moet eerst opkouwen, vrouwtje. Wat we doen? Ik heb mijn bed nog vol, hè. Nou. Moet je nog meer zoeken? Er zijn er nog 3, hè. Nee. Die was wel aardig op de goede weg. Ja. Ja, er zitten rubber dingetjes onder. Ja. Nou, hoor. Zoeken. Ja. Doe maar. Ga maar hapje doen. Ja. Goed zo, goed zo. Dat is niet de bedoeling dat ik gelijk open ging doen, hè? Dat is lekker, man. Goed zo. Ja, nou nog 1. Nee, nog 2. Oh, nog 2. Ik dacht nog 1. Nee, nog 2, hè. Wat verdikkie. Dat is lekker. Dat is lekker, hè. Op. Ja, ja. Goed zo. Geweldig. Geweldig. Ja, heeft hij weer wat te doen? Zijn hersens trainen. Hij moest zijn hersens trainen, werd er gezegd. Nou ja, dan koop je iets waar hij zijn hersens bij moet gebruiken. Ja. Dan heeft hij nou 2 speeltjes waar hij zijn hersens bij moet gebruiken. Want bij die bal moet hij ook zijn hersens gebruiken. Ja, doe maar. Ja, ja. Bijna. 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 Doe maar. Ga maar kijken dan. Kom dan. Ga je doen dan? Nee, daar. Ja, maar daar ruikt het ook zo lekker, vrouwtje. Ja, oh ja, kijk. Dat hebben we ook aangeschaft. Pens. Ja. Er wordt gezegd dat hij van de brokken af moet en van de warme maaltijd af moet. Maar ik heb verdorie in mijn kast 2 volle zakken staan, splinternieuw. Niet aangebroken. Eentje dan wel aangebroken, nou, die gaat gewoon op. En die andere 2, ja. Voor degene die een hond hebben en een warme maaltijd lust. Ja, simpel zat. En ja, tuurlijk gaat het niet gratis weg. Nee. Ik heb er ook voor moeten betalen en het is duur genoeg allemaal. Dus iemand die warme maaltijd zoekt voor zijn hond of haar hond, ik heb 2 zakken. Ja, ik weet ook al niet hoeveel kilo. Van die grote zakken zijn aan het. Ik zou het niet weten, moet je even kijken op diegene die open staat. Die staat vooraan. En die is echt af. En dat met dat warme weer, hè? Kijk, zo deze brokken. Die brokken zijn er net. En er zit in. Ik zie daar. 5 kilo.
Het is een zak van 5 kilo. En dan heb ik 2 splinternieuwe zakken nog helemaal dicht van. Deze is dan open. Maar de andere 2 die zijn helemaal dicht. Ja. Dus ja, voor de liefhebber die dat graag wil hebben, die kunnen zich op Facebook bij mij melden. En onder dezelfde naam dan ik Hero draag. Ja. Dus komt u maar op Facebook. Ja, goed zo. Hij heeft er weer, hij heeft weer. Hopie dopie. Maar oké, lieve vrienden, wij gaan naar de koffie. Jullie gaan nog even naar de lader. En we gaan zo meteen nog naar de zwanen. Dus, ja, gezellig. Doei, doei, tot zo. Even een stukje natuur, lieve vrienden. Een nest met eitjes. Ik loop wel met mijn stok, dus ik moet stapje voor stapje doen. Aardig wat eitjes, schat ik. Chrissy die zegt al aardig wat eitjes. Ja, ik tel 1, 2, 3, 4. 5 stuks. 5 stuks. Ja, jij staat wat verder dan ik. Ik moet uitkijken. Hoe mooi is dat, hè? Geweldig. Dit zie ik dus voor het eerst. Ik heb zoiets nog nooit gezien. 1, 2, 3, 4, 5 jaar. Mooi hè? Hoe mooi is dat? Wordt mooi bewaakt door moeder en vader. Ja, ja. En Chrissy, ja, die maakt foto's. Zoals normaal. Hi. Ja, geweldig, geweldig, geweldig dit. In plaats van zwanen die er niet waren, wat wel gezegd werd, die zijn er niet. Dus dan maar, dit is ook mooi. Maar wie weet, vinden we nog zwanen, hè? Je weet maar nooit. Ik heb het cadeau. Nou, het is ook nog niet broedtijd van de zwanen. Nee. Daarom. Maar ik ga weer naar dat rodding terug. Dat is de lener. En niet mijn eigenste. Ja, het staat er ook nog op ook. Lener. Kan ik jullie laten zien. Ik kijk. Lener. Ja, nummertje 48. Het is rodding. Heb geen vering. Dus. Kijk, 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 kijk. Niet dichtbij nu. Nee. Geweldig, geweldig. Prachtig. Zo mooi. Goed zo, mama. Ga op je eitjes. Doe maar, grote meid. Heel mooi. Nou, je hebt je foto's geschoten. Maar, nou, ik heb gevlogd, dus tot straks maar weer. Kijk eens, wauw. Hoe heet die zo? Banjo. 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 Hallo. Hi. En daar is schat. Hallo, ja, ik heb ook een hondje, maar dat is een kleintje. Hallo. Hij is net anderhalf jaar nou. Zo. Hij moet een hele beer worden. Ja, je kan mij volgen op YouTube. Ja? Ja. Oké. Nou, ik zal eens eventjes kijken. Onder welke naam? Corina met IE. Ja. Luisterburg de Jong. Oké. Kan je het onthouden? Ik ga mijn best doen. Luisteren. Ja, luisteren. Burg, kasteel. Ja. De Jong. Oké. Ik ga eventjes kijken of ik hem kan vinden, inderdaad. Nou, het is nog een paar dagen voordat het erop staat. Hoor. Ja, ik werk vooruit. Wat zei ik? Te laat zag ik je. Ik heb vanochtend. 14 mei. Ja, maar er is er ook alweer eentje van 15 mei. Dat was voor gisteren. Dus dan wordt het 16 mei. Dus dit wordt de 16e mei. Ah, oké. Nou, ik zal eventjes. Ik werk vooruit. Maar ja, meld je maar aan. Eventjes lid worden bij mij. Ja. Kost je toch niks. Hoe heet dat ook alweer? Ik vergeet het zelf soms hoor.
Ja, je kan je abonneren. Abonneren gratis en even op het belletje klikken. Dan krijg je automatisch een geluidje wanneer er wat geplaatst wordt. Want dat doet Facebook allemaal zelf. Ja. Die die gaat dan. Je kan. Vanochtend zei ik het ook nog, hè? Inplannen. Ja, precies, dat je de berichten inplant. Juist. Je plant het dus in en ik werk dus dan vooruit en deze die komt dus dan de 16e weer erop te staan. Okay, nou, iedere middag om 14:30. Oké. Okay. Ja, het is zeker een mooi beestje. En dat doet u vaker dat volgen? Ik doe dat iedere dag. Oké. Elke dag. Dus af en toe dan neem ik haar gewoon lekker mee. En ik heb ook zelf diertjes, een hondje en 3 katten en die komen er ook op. Oké. Begin in huis en ik eindig ook in huis. Daartussen. Ja, want ik ga er ook wel eens soms niet weg. Ik gewoon thuis. Nou, dat moet ook af en toe kunnen, toch? Ja. Met het mooie weer. Zo is dat. Het is een heerlijke locatie om met hem te wandelen natuurlijk. Ja, ja. Zeker weten. Mijn tunneltje is nog afgesloten, hè? Wat zegt u? Is het tunneltje nog afgesloten? Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Okay. Volgens mij stonden er geen borden meer voor. Dus Okay. Het zou best kunnen dat hij weer open is, hoor. Banjo! Banjo! Nee, Banjo moet eerst even een plasje doen. Mooi beestje. Het poetje. Ja. Het poetje. Hè? En wat betekent nou wat hij erop hebt staan? Julius? Ja, dat is alleen van zijn tuigie. Dat is het merknaam van zijn tuigie. Het is in het Engels. Therapy dog. Oké. Oh, enkel van mij die trekt het best. Een beetje ADHD, dus die heeft veel te veel energie. Oké. Ja. Nou ja, op zich houd je wel in beweging, toch? Ja, maar ik kan dat niet, hè? Nee, maar met de scoopmobiel. Nou, niet met deze, hoor. Dan wil ik eerst mijn eigen stuur terug. Kijk maar wat daarop staat. Het is een lener. Oh, het is een lener. Ja. Ik heb zelf een Solo 3. Oké. Dat is een roze. Ja, die gaat bijna 19, nog wat. En deze gaat 14 naar 15. Oké, dus u hebt hem eigenlijk stiekem opgevoerd. Ja, maar deze gaat... Zo stug. Er zit geen vering in. Oké. Als mijn huisarts dit weet, nou, dan wordt hij er niet blij om. Nee. Nee, echt niet. Maar ja, wij gaan weer. Of niet dan? Ja hoor. Ja, ik zeg tot straks. Zwaan. Ja, prachtig mooi. Ik hoop dat jullie haar of hem kunnen zien. Ik zie haar niet momenteel door mijn lens heen, want ik zie mezelf. Ha. 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 Ha.